Nou, in de eerste plaats voor Nederland. We maken hier een overloopluchthaven van Schiphol, zodat Schiphol zich kan concentreren op het zakelijke en het intercontinentale en het overstappende verkeer. En wij met name het vakantieverkeer kunnen accommoderen. Tegelijkertijd voor de regio betekent het heel erg veel, omdat we hier natuurlijk werkgelegenheid creëren. We werken op het gebied van onderwijs samen met allerlei instanties. En we werken in het gebied ook samen met de bewoners die er nu al zijn. En ik denk dat dat een unieke kans is voor een prachtige regionale ontwikkeling. Nou, de aanvulling wat Hanna zei, ik bedoel, een luchthaven is natuurlijk een unieke ontwikkeling. Het wordt de tweede luchthaven in Nederland, is de ambitie. Dat gaat dynamiek geven. Dat gaat deze regio aantrekkelijk maken voor bedrijven om te vestigen. En dat gaat werkgelegenheid geven en zorgen voor een versterking van de economische structuur. En dat biedt kansen. Wat ik als uniek ervaart, is dat je eigenlijk met elkaar een opgave hebt. En met name de samenwerking tussen partijen. Hoe goed die verloopt. Dat iedereen ziet dat deze samenwerking kansen biedt voor ieder. En dat we met elkaar echt verder gaan komen. Dus de samenwerking die wij samen ook met Lelystad Airport hebben. Ook met Lelystad Boer genoemd. Ook met de gemeente, met de provincie en ook met andere partijen. Bijvoorbeeld ook weer in Liander, waar we nu naar aan het kijken zijn. Om een innovatief elektriciteitsnetwerk te gaan creëren in dit gebied. Partijen zien kansen. En door de samenwerking zijn we echt hele mooie stappen aan het zetten die uniek zijn voor Nederland. Ja, ik sluit me daar graag bij aan. Ik denk dat als je kijkt naar de pioniersgeest van Flevoland, die voel ik bijna elke dag. Als je kijkt naar de samenwerking tussen de partijen die Rob al noemt, dat is een voorbeeld daarvan. De korte bestuurlijke lijnen die er zijn, de ambitie, het open gesprek ook. Hè. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Ik ervaar dat als een heel plezierige, bijna dagelijks pionierende manier van samenwerken. Het is een luchthaven die uiteindelijk 7,5 miljoen passagiers per jaar zal kunnen verwerken. Dus ongeveer 45.000 vliegtuigbewegingen. Groot commercieel handelsverkeer, maar zeker ook nog activiteiten van de luchthaven zoals we die vandaag de dag kennen. En daarnaast een hele interactie met de bedrijvigheid van dit gebied. Nee, daar sluit ik mij volledig op aan. Kijk, Inditex is al gestart in het voorjaar. Inmiddels zijn er een aantal honderden mensen werkzaam. Wij denken dat we over 5 jaar hier een aantal duizend mensen in het gebied werkzaam zijn. We verwachten dan ook dat de eerste hotelontwikkelingen er zijn. En dat er met name in het gebied ook tegenover de terminal een hoogwaardig gebied gaat ontstaan. Hè, waar ook opleidingen gaan plaatsvinden. En zodat je echt een meerwaarde in het gebied gaat krijgen. En wat elkaar gaat versterken. Wat voor heel veel dynamiek en reuring in het totale gebied gaat bijdragen.